ja. Oké. Ja, jongens, het komt goed. Zo, ongeveer. Nou, even kijken hoor. Dit ligt laag. Even wat opstartprobleempjes, want normaal gesproken ga ik gewoon live via Koza Creatief. Maar daar werkt iets niet. Want ik kom bij een scherm. Normaal gesproken toets ik alles in en dan draai ik mijn scherm. En dan kan ik mooi liggend filmen. Maar dat ging dus nu niet. Wel vanaf de gewone, zeg maar zoals jullie op Facebook zitten. Maar niet vanaf de pagina. En gelukkig was Famke hier en die was zo slim om een omweg te vinden. Dus dat is nu gelukt. Dus nu ga ik met diezelfde omweg jullie weer even opzoeken. Eens even kijken of dat allemaal werkt. Nou, jongen, het is niet waar zeg. Jawel. Nou, stoel erbij. Kijk eens, en ik kan de reacties ook nog zien. Helemaal tof. Leuk, leuk, leuk. Kunnen we... God, ik had al helemaal zoiets van alles voorbereid, helemaal klaar. En dan kan ik niet live. Want staand filmen, dan mis je heel veel werkruimte. En het kijkt ook nog eens een keer heel erg vervelend. Dus dat had ik niet gedaan. Het is wel een beetje een zooitje, zie ik. Mijn scherm staat niet helemaal goed. Want jullie zien nu een deel van mijn iPad. Wat eigenlijk ook niet de bedoeling is. Want jullie moeten zoveel mogelijk werkoppervlak zien. En niet zoveel mogelijk rotzooi, zeg maar. Dus ik ga nog heel eventjes wat aanpassen. Dan gaan jullie wel even bewegen hoor. Want jullie zitten natuurlijk al... Tenminste, mijn telefoon zit al in de houder. Even kijken wat ik los moet draaien. Ik denk deze. Het is een hele toestand hier. Zo. Dat is al beter. Ja, kijk. Tadaa! Much better. Niet helemaal recht, maar ik denk dat jullie het wel prima vinden zo. Oh, moet ik nog verder? Jullie zien meer dan ik. Hij zou nog... Nou, ik denk dat we het maar gewoon zo doen, hè, vanmiddag. Lijkt me wel helemaal goed. Nou, hè. Even wat opstart perikelen. Wat gaan we vanmiddag doen? Jullie weten het al. We gaan aan de slag met de nieuwe stansen. Allereerst van harte welkom. Leuk dat jullie allemaal meekijken. We gaan aan de slag met de nieuwe stansen van Studio Light. En die ga ik als eerste maar even laten zien. Die, kijk, tadaa, een heel bakje vol met voorbereiding. Die stansen die zijn vorige week uitgekomen. Dat was net voor de knotsgekke kaartendagen. Dus die konden we meenemen naar de beurs, zonder voorbeeld. Ik heb nog wel snel even wat in elkaar gezet. Nou ja, gelijk eigenlijk een hit. En dat is logisch. Want hoe leuk is het als je je eigen journal kunt maken. Je eigen boekjes kunt maken. Envelopje erbij, ditje erbij, datje erbij. Super leuk. Dus ik dacht, hartstikke idee. Ik ga er gelijk mee live. Nou was de voorbereiding wel even wat werk. Maar het wordt wel leuk. Ik laat jullie ook zien wat je niet moet doen. Dit. Dus. En... Ik laat je vooral zien wat je wel kunt doen. Want dat is natuurlijk het leukst. Dus dit leg ik even aan de kant. Dat komt straks wel aan bod. En ik begin met de stansen. En ja, laat ik dat maar doen. Of niet?
Oké, nee, ik laat eerst eventjes het nepleer zien. Wij zeggen nepleer, op zijn plat Nederlands, zeg maar. Het heet faux leather, dus vals leer, zeg maar. Faux leather sheets, ook van Studio Light. En die zijn er in 4 kleuren. En dit is de lichtste kleur. Goed, als je de kleuren naam wil geven, de kleuren hebben nummers, zoals alles bij Studio Light. De een zegt goud. Ik vind het geen goud. Ik vind het meer goud is geler. Dit is meer rose gold. Of noem het champagne. In ieder geval, wat je wil, dit is de lichtste kleur. Dan hebben we de beetje de roodbruine kleur. De zwarte. En de donkerbruine kleur. En dat zijn vellen op A4 formaat. Er zitten 2 in een verpakking. Even 1 uithalen. Eén, zei ik. Dit zijn die sheets. Het is gewoon heel soepel. Het is synthetisch. Dus het heeft niets met leer te maken. Maar het lijkt wel leer. En dit laat zich heel makkelijk knippen. Maar ook snijden. Gewoon met je gewone snijmallen. Je kunt het ook ponsen. Dat gaat ook prima. Laat ik zo nog even zien. Ja, het is dus heel erg makkelijk in gebruik. Dan zal ik jullie gelijk laten zien wat niet gaat. Je kunt er grove lijnen mee stansen. Maar geen fijne dingen. Ik heb bijvoorbeeld uitgestanst hier liggen. Een blaadje. Dat is deze stans. Dat gaat prima. Kijk. Ik zal hem even hierop leggen. Dat kun je prima uitstansen, maar fijner dan dit moet het niet worden. En dat is waar ik in de mist mee ging, want je moet natuurlijk even dingen uitproberen. Ik had deze gemaakt. Zo. En toen dacht ik, oh, hoe leuk zou het zijn als ik zo'n kantje er langs zou kunnen doen. Je weet wel van Tim Holtz, die crochet, of crochet, zo'n kanten randje. Dus dat had ik gedaan. Nou, die hele kleine dingetjes krijg je er gewoon niet uit. Dat werkt niet. Dus toen dacht ik, als ik hem dan gewoon hierop leg en dat hij het alleen maar, zeg maar, inkerft. Dus hij hoeft het niet uit te snijden, maar hij moet het alleen maar inkerven. Dus het effect vond ik wel heel erg leuk. Maar wat hij dan doet, is de bovenrand doorsnijden. Want dat is natuurlijk wel een scherpe lijn. Dus dat werkt niet. Ik zou zeggen, niet doen. Ik kan hem natuurlijk wel eraf halen. En dan ergens overheen plakken. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Hoppakee, weg. De sheets zijn dus slap. Dus wat ik doe voor de albums is ik plak er aan de binnenkant papier tegenaan. Dat ga ik jullie zo direct laten zien. Er zijn 4 stansen uitgekomen. Ik begin met degene waar ik vanmiddag niks mee ga doen. En dat is deze. Hij is super leuk. Het is een soort van 4-4 luik. Dat kun je daar zien. Het voorbeeldje. Staat hij ook achterop? Hier is hij wat groter. Hij kan verwerkt worden in het album. Maar ik ga het niet doen. Dus deze gebruik ik vanmiddag niet.
Welke ga ik wel gebruiken? Deze. En de envelop. En natuurlijk, ik zou zeggen de belangrijkste. Dit zijn de snijmallen. Dit is een set met snijmallen die je nodig hebt voor het maken van de omslag van het boekje. Laten we daar maar mee beginnen. Doe maar eens even aan de kant. Dat komt straks. Wacht even hoor, er valt iets op de grond. Oh, hier. Even alles bij elkaar houden. Dit is dus de set die je nodig hebt voor het maken van je omslag. En de grootste. Met de grootste stans je het leer uit. Dat hoeft natuurlijk niet van dit leer. Ik noem het gewoon leren. Het hoeft natuurlijk niet. Je kunt het ook van papier doen. Wat je zelf leuk vindt, zeg ik altijd. Als je die hebt gestanst en je haalt hem eruit, dan zit dit er natuurlijk nog niet in. Dus hij wordt gewoon uiteraard uitgestanst en hier zitten twee rillijnen en die krijg je wel te zien. En dan stans je hem, als je hem de buitenkant met leer doet, stans je hem nog een keer uit papier. Waar is die nou weer zo snel gebleven? Oh hier. En die komt dan aan de binnenkant. En dan krijg je een heel mooi stevig geheel. Maar de boekjes komen hier. En die moeten natuurlijk ingebonden worden. Trouwens, voor wie het wil weten, dat is misschien wel handig. Dit is nummer 254. Dus de 254 is de, zeg maar, de basisset, de omslag. Dan zitten daarbij twee snijmallen. En die zijn voor de boekjes. En dan kun je kiezen of je er één boekje in wilt hebben of twee boekjes. Ik ga twee boekjes erin doen. En dan is het redelijk simpel. Maak niet de fout die ik heb gemaakt. En dat zal ik straks nog even laten zien. Ik had hem uitgestanst en dat was op de beurs. Dus dat moest even snel tussendoor. En ik denk, oh kijk, daar zitten de rillijnen. Dus deze komt precies daar. Exact dezelfde afstand, dat past precies. Dus ik ging dat gewoon, hoppakee, stansen. Dat is dus niet goed, want ze moeten daar komen. Dit zijn echt alleen maar rillijnen om zo direct de dikte van het boekje mee te maken. Hier zitten ze natuurlijk ook. Dus dit is een kwestie van vouwen. That's it. Straks ga ik het op elkaar plakken en dan vouw ik het in één keer. De gaatjes moeten hier komen. Nou, is redelijk simpel. Je pakt gewoon je lineaal. Dat is 21 centimeter. En uiteraard kom je dan uit op 10,5. En dan is het zo'n glasmat super handig, want dan leg je hem zo neer dat hij 10,5 op zo'n dikke lijn zit. Zo. Je kunt altijd zien of die recht ligt, want je hebt overal lijnen. En dan is dit dus 10,5. En dan leg je je stans daar zo op neer.
lijn je uit, zorg dat hij hier weer recht ligt en je haalt hem door je machine. Heb je een grote tang, dan kun je deze gaatjes, dus van het papier wat er aan de binnenkant tegenaan komt, doorstansen met je tang, omdat dan de gaatjes hier al in zitten. Heb je dat niet, zoals ik, dan doe je dit gewoon op dezelfde manier uitmeten en nog een keer stansen. Deze zijn dus voor met twee gaatjes als je twee boekjes erin wilt hebben. Helder? Wil je één boekje erin hebben? Hetzelfde verhaal, je meet het midden en dan leg je hem natuurlijk op deze manier neer. Dat is je basis. Wat je dan, voordat je het papier op je leer gaat plakken, moet bedenken is hoe ga je je sluiting doen. Je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld hem te laten sluiten met een magneetje. Dan wil je natuurlijk niet dat dat magneetje in het zicht komt. Dus dan ga je je magneetje alvast hier tussen doen. Plak je magneetje hierop en dan dit. En dan zit hij ertussen. Onzichtbaar. Ik vouw hem alvast even, terwijl ik aan het praten ben. Ik heb ervoor gekozen om deze met een andere sluiting te doen. Ik wil namelijk deze laten sluiten met een gesp. Daarom had ik alvast het dingetje erin gedaan, zodat ik dat niet zou vergeten als ik jullie alles aan het uitleggen ben. Die gaat er dan nu op. Ik heb dus gewoon even met een prikpen een gaatje erin gemaakt. Nu gaat de splitpen er doorheen. En openvouwen. Zo, dat kan ik niet meer vergeten. En dan kan ik nu het papier erop gaan plakken zonder dat die splitpen straks zichtbaar is. Dus dat ga ik nu als eerste doen. Ik moet geloof ik iets hoger werken. Zo. En die lamp is ook vervelend in beeld. Ik gebruik gewoon tacky glue. Ik heb er al één gemaakt, dus bewezen dat het goed is. Dat is allemaal weer handig. Nee, maar tacky glue is hier prima voor. Het is ook wat dikkere lijm. En je werkt natuurlijk met een soort van stof en papier. Dus daar is deze lijm helemaal top voor. Even extra stevig rond de gaatjes. Die zit erop en dan hebben we stap 1 gehad. En daarom ging ik net alvast dat papier eventjes voorvouwen, want dan kan ik dan nu makkelijker vouwen met het leer. Het leer is natuurlijk wat flexibel, dus als je hem gevouwen hebt, kijk dan even of die nog goed past. En anders dan heb je, ik bedoel met flexibel dat het wat rekbaar is. Dus voordat hij helemaal droog is, vouw hem even in model. En kijk of die nog netjes aansluit. Want kijk, je kunt nu namelijk nog corrigeren.
Zie je wel. Papier is natuurlijk stug, maar dat leer dat heeft wat flexibiliteit erin zitten. Wat er dan nu nog overblijft, het is een heel klein randje. Dat kan ik, als het nodig is, straks nog bijknippen. Zo. Nou, ik laat het randje maar even zitten nu. Hij moet even drogen. Hij is iets verschoven. Het is altijd lastig als je met verschillende materialen werkt, hè? Even goed aandrukken bij de sluiting. Ik hou hem heel even vast, want dan kan die lijm een beetje aandrogen. Eigenlijk even wat zwaars opzetten. Heb ik wat bij de hand hier wat zwaar is? Niet echt. Ik zal jullie nog even laten zien als hij dicht gaat. Dat is dus op deze manier. Kijk, en dan zie je dat de omslag klaar is. En hier komen dus die boekjes erin. En hier komen dus die boekjes in. En hoe je die maakt, ga ik jullie dan nu laten zien. Ik vind het wel prima zo. Die leg ik even aan de kant om te drogen. En dan gaan we verder met dezelfde set. Want er zit ook een snijmal in. Eentje kleiner. Voor de pagina's. Het mag duidelijk zijn, dit zijn gewone pagina's. Daar is niks spannends aan. Behalve dan dat de hoekjes iets afgerond zijn. Die heb ik ook wel degelijk gebruikt. Namelijk hier. Even kijken. Laat ik hem dan toch maar weer eventjes erbij pakken. Dit. Deze pagina's heb ik dus uitgestanst met de snijmal die bij deze set hoort. En om die dan weer aan te laten sluiten op de gaatjes. Ik zei jullie net al, ik wil hier twee boekjes in hebben. Dus ik heb een aantal pagina's gestanst. Uit designpapier en uit gewoon wit papier. Je kunt natuurlijk kiezen wat je zelf leuk vindt. En die kunnen dan zo hier weer inkomen. Want die gaatjes corresponderen met de gaatjes die je hierin hebt gemaakt. Ja, dus in die boekjes, die uitgestanste boekjes, heb ik deze vervolgens gebruikt. Dus de enkele. En daar dan weer per pagina, want je kunt het natuurlijk niet in één keer stansen, op dezelfde manier het midden uitmeten en de gaatjes instansen. En vervolgens heb ik ze in elkaar geschoven. Dat is één manier. Wat er ook nog bij zit in deze set, ik heb hem zelf niet gebruikt. Maar als je bijvoorbeeld met papier werkt, is het wel heel erg leuk. Is nog een mat voor de punt. Aan de binnenkant of aan de buitenkant. Maar voor, op het leer vind ik dat niet zo mooi. Maar ik kan me voorstellen als je er eentje maakt van papier, dat het dan erg leuk is om hier een mat op te doen. Op die manier. Dus dat is set 1. Nee, dus eigenlijk... Ja, oké. Voor vandaag is dit de eerste set. Laat ik het maar niet te verwarrend maken. De basis is dan klaar. Ik moet het even veilig stellen, want het ligt allemaal los. Zo. Dan pak ik... De envelop set. Nou, die is heel erg makkelijk. Ik denk, ik doe even wat makkelijks tussendoor.
Ik heb hem voor het voorbeeld vanmiddag, voor deze, heb ik hem nog een keer uitgestanst uit hetzelfde papier. Zo'n envelop is altijd handig trouwens, vind ik. Altijd handig om een goede stans van een envelop te hebben. Nou, kind kan de was doen. Gewoon er doorheen halen. Ik ben iets vergeten te vertellen. Ik moet even terug naar die vorige. Want ik wil jullie natuurlijk alles vertellen. Even terug naar die basis. Deze. Is te lang voor je basisplaten. Ik ga even uit voor het gemak van de Big Shot. Dat past niet. Ik ben nog wat vergeten te vertellen. Het valt soms niet mee, maar dat komt. Ik wil jullie zoveel vertellen. Oké, terug naar deze. Sorry. Dit gaat niet passen. Maar dat is natuurlijk geen probleem. Want wat je dan doet, is je tapet het vast op papier. Oké, stukje papier. Even voor het idee, hè. Het meest ideale om hiervoor te gebruiken is het gewone scrappapier. Dus het cardstock van 12 inch. Dan heb je het juiste formaat. Ervan uitgaande dat dit breed genoeg is, hè? Dit is een restje. Dan tape je het gewoon even vast met een stukje washi tape. Je haalt hem er doorheen voor zover als je kunt. En vervolgens verplaats je het hele gebeuren en stans je het deel wat je nog niet hebt gestanst. Ja, is dat helder? Dus vastplakken. Stansen wat je kunt stansen, eruit halen, verplaatsen en dan het laatste deel stansen. Wat je ook kunt doen, op de beurs heb ik het op die manier gedaan, maar hier heb ik lange platen. Dus als je een Big Shot hebt en je wilt graag een keer lange platen, want de basisplaat is al lang, alleen de snijplaten niet. Er zijn extra lange snijplaten, extended heten ze. En dan kun je hem in één keer er doorheen draaien. En dat is wel fijn. Ik vond het heel fijn. Ik bedoel, het gaat hoor, dat heen en weer doen. Maar heb je lange platen, dan zijn die hiervoor heel erg fijn. Dat wilde ik jullie nog even meegeven. Okido. Dan gaan we nu weer verder. Naar de envelop. Goed, de envelop stans je uit. Ik zei het al, kind kan de was doen. Rillijnen worden netjes meegestanst. Dat is super makkelijk. Ik ben alleen tegen één dingetje aangelopen. En dat ga ik jullie ook nu laten zien. Zo. En de flap. Als je hem nu dicht doet, laat ik het zo zeggen, de rillijn hier zit eigenlijk een fractie te dicht, en dan heb ik het over een millimeter te dicht op de onderkant. Kijk, als ik hem strak doe, dan krijg je dit. Dat is super handig als je er iets in wil doen wat ruimte vergt. Maar niet handig als je een vlak ergens in wil doen. Vind ik, hè. Maar ik ben wel een mierenneuker, hoor. Maar goed, wat doe ik dan? En
dan pak ik mijn guillotine. En het gaat echt maar om een millimeter. Maar toch, die millimeter maakt het verschil. Ik snij gewoon hier 1 millimeter vanaf. En hij sluit als een huis. Ja, oké. Nu dan. Niks, geen ruimte meer. Dus zo kun je het heel erg eenvoudig oplossen. Goed, ik plak die envelop even gelijk dicht. Dan is die maar klaar, want die gaan we gebruiken in het album. Dus die enveloppen die zijn los te gebruiken. Past deze mal wel op A4 snijplaat? Jazeker, maar belangrijker is, past die op A5? En ja, alle mallen zijn geschikt gemaakt voor de standaard A5 machines. De meeste mensen hebben een A5 machine. En daar passen die mallen precies door. Echt precies. Maar daar zijn ze op gemaakt hoor. En dat envelopje, dat kan dan weer hier. Oh, dat is ook toevallig. Nou ja, maakt niet uit. Envelopje kan daar. Die envelopjes kun je natuurlijk ook los gebruiken. Ik heb er geloof ik al een stuk of tien gestanst. Waar had ik nou het andere voorbeeld? Hier heb ik hem uit Kraft gestanst. Dat wil zeggen, het is niet echt Kraft. Dit is Nina Desert Storm. En bij die envelop, bij die stans, zitten ook twee matten. Zodat je de voorkant van de envelop leuk kunt aankleden. Dit is de eerste mat en dan is er nog een laag. Dus ik zal hem er even opplakken, dan ben ik hem ook maar kwijt. Oh, Ellen heeft ook die lange platen. Ja, dat is echt super fijn. Het is toch handig als je er in één keer doorheen kunt draaien. Maar nogmaals, als je iets niet hebt, dan moet je gewoon een manier vinden dat je toch alles kunt doen en kunt maken. Dat had ik vanmorgen zelf ook bij de hand. Dat komt zo direct aan bod. Want ik had elastiek nodig en ik heb geen elastiek. Ik zal jullie straks vertellen hoe ik dat heb opgelost. Zo, nou. Hoppakee. Dat matten, dat ga ik met deze niet doen. Omdat deze met de rug in het boekje komt. Dus dat heeft weinig zin. Oké. Dus dat is de envelop. Los te gebruiken, maar ook in het boekje. Deze gaat ook weg. En dan de derde. De derde is een boekje op zich. Maar ook te gebruiken laten we dit maar de journal noemen. Hij is ook hierin te gebruiken. En dat is deze. Oh. Bestaande uit een aantal snijmallen. Dit is de buitenkant. Ik heb hem twee keer uitgestanst, want het papier was niet al te dik. En vervolgens heb ik ze met de verkeerde kant op elkaar geplakt. Dus vandaar dat het aan twee kanten hetzelfde is. Dit is dus de buitenkant van dit boekje. Met deze stans heb ik exact hetzelfde gedaan, midden opgezocht, netjes uitgelijnd en de gaatjes erin gestanst. Een hele rits met gaatjes. En daar heb ik een lintje doorheen geregen.
die ik straks ook ga gebruiken om het boekje mee in te binden. Maar het voorwerk is alvast gedaan. Ik zal ondertussen ook eens even proberen of ik wat vragen kan zien. Hoe groot is de afgewerkte envelop? De afgewerkte envelop is... ...13,2 bij 9. Dus zeg maar 13 bij 9. Oké, dat is een vraag van Nancy en van Jannie. Goed. 13 bij 9, dat is de maat van de envelop. Dus voor een klein kaartje. Mijn kaarten zijn altijd groter. Goed, terug naar deze set. Dan pak je de kleinere. En die hebben, zeg maar, inhammen. En dat is voor de pagina's. En ik heb al heel veel voorgewerkt. Die pagina's. Gewoon allemaal achter elkaar uitgestanst. En dan zal ik jullie even laten zien wat voor papier dit is. Want die zijn hier namelijk eigenlijk speciaal voor bedoeld. Dit zijn vintage journal cards van Polka Doodles. En die zijn echt superleuk. Het is mooi dik papier. Er zitten er 12 in een verpakking. 250 grams. En dit is de ene kant. Met hier nog wat gekriebel. En dit is de andere kant. Dus hier heb ik flink wat van gebruikt voor in het boekje. Gewoon omdat ik ze daar te leuk voor vond. En het andere is designpapier. Het is ook van Studio Light. Nou, ik heb natuurlijk gewoon wat gekozen wat hierbij paste. En waar is nu de rest gebleven? Hier. Achter elkaar uitgestanst. En dan moeten ze ingebonden worden. Want als je namelijk al die pagina's in elkaar gaat schuiven, krijg je steeds meer verloop hier. Dus dan gaan ze steeds verder uit elkaar staan. Ik heb hier een voorbeeld. Dan krijg je dit. Als je dat niet erg vindt, prima. Wil je ze graag zo. Dus dat het allemaal netjes vlak blijft. Dan moet je ze gaan inbinden. Inbinden, ik bedoel de pagina's achter elkaar vastplakken. En dat kun je doen met washi tape. Dat volstaat voor zo'n album prima. Ik heb al een aantal pagina's gedaan. Kijk, die zitten aan elkaar vast. Zie je wel? En de rest ga ik jullie nu laten zien hoe je dat kunt doen. Ik vind zelf, er zijn natuurlijk verschillende manieren, maar de meest makkelijke is deze. Washi tape op de ene kant en dan zorgen voor ongeveer een millimeter ruimte, want er moet ruimte zijn om te kunnen vouwen. En dan doe je dit en dan hop. Klap je hem dicht. Dus dat doen we nog een keer. Ik zal deze even pakken. Ongeveer op de helft van de pagina, of de helft van het plakband op de pagina.
En dan zorgen dat je een millimeter tussenruimte hebt. Dit is iets meer dan een millimeter, Margreet. Is altijd. Zo. En als laatste ga je dan nog een band eromheen doen. Nou, dit is wel dik breed genoeg. Zet ik hem iets krapper op de kant. En dan vouw je het gewoon. Even zorgen dat alles netjes recht zit. Zo. Indrukken. En dan strak eromheen. En dan is je boekje klaar. Maar nu moet hij natuurlijk nog hierin komen. Dus wat ik heb gedaan, is een strookje van datzelfde papier van Nina. Desert Storm. Een strookje van 5 centimeter. In het midden, dit is precies een centimeter, heb ik deze gestanst. Nou, die laat even niet los, maar dat zien jullie wel. En hier komt dan het hele verhaal in. Dus zeg maar de ouderwetse, bijna de ouderwetse boekbindkunst. Zo. En dan is alles netjes weggewerkt. En deze kun je dan weer gebruiken, die gaatjes die hierin zitten, om het vast te binden. Dus dat ga ik nu maar even laten zien. En anders zeggen jullie van, je vertelt het allemaal wel leuk, maar we snappen er helemaal niks van. Dat is ook niet de bedoeling. Dan moet ik heel even nadenken hoor. Deze komt hierin. Dus dat lint dat gaat hier doorheen. Maar ik ga ook eventjes gelijk lijm aanbrengen. Want ik wil hem ook vastgeplakt hebben. Anders wordt het met te wankel, zeg maar. Deze heeft wat meer lengte nodig. Zo. Ik had hem recht op weg gezet. Dat was niet zo slim. Maar daar is hij al. Zo. Zo. Deze gaat naar het midden. Gaan we toch niet vertellen? Famke komt beneden. Die is klaar met werken blijkbaar. Dat het al 5 uur is, hè? Mm-hmm. Echt waar? Ja. Alle mensen.
Zie je, ik zei al tegen Famke vanochtend, ik wil weer veel te veel in één uitzending. Ja. 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 Zekers. Dus. Even snel, we waren niet klaar. Cool. Kom niet later. Oké, en deze en doe ik ook eventjes. Hoe had ik dat ook alweer gedacht? Zo. En die gaat ook hier naartoe. Het wordt een lange uitzending. Maar we zijn ook iets later begonnen. Ja. We gaan gewoon net een iets later. Ja. Fijne avond. Een fijne avond, hè. Doei. Tot volgende week. Doei. Goed, en dan kunnen nu deze boekjes hier zo ingeplakt worden. Nou, gezien de tijd ga ik dat nu niet meer doen, want ik weet nu hoe laat het is. Maar jullie snappen het idee nu, hè? Dit boekje is nu ingebonden. Dit is alleen nog een kwestie van plakken en klaar is Kees. En hier ga ik dan wel weer wat leuks mee doen met die uiteinden. Er is trouwens nog een reden omdat ik het niet ga inplakken. Want dit hele setje kun je ook gebruiken in je album. Dus de pagina's die hieruit komen. Ja, waar je dus een zelfstandig boekje mee kunt maken. De binnenkant, dus de pagina's, dat is dit. Kunnen ook hierin. Die zijn wat kleiner dan de buitenkant natuurlijk. En dat past prima. Zie je wel? Dus die sets die kun je onderling combineren. Dat maakt het natuurlijk superleuk. Voor de live uitzending van vandaag had ik al boekjes gemaakt. Phew, gelukkig dat we dat al gedaan hebben. Dit zijn de pagina's die ik jullie heb laten zien met in het midden een gaatje. Ik heb twee boekjes gemaakt en daar zitten. Even kijken. Ik heb er niet zo heel veel in gedaan hoor. Dit zijn er maar drie. Dus zes pagina's. Maar dat kan echt wel meer. Ik had nog een foutje gemaakt. Dus dezelfde pagina's. Maar daar had ik per ongeluk twee gaatjes in gemaakt. Dat moest eigenlijk niet. Maar ik dacht, ach. Ik kan hem er natuurlijk ook gewoon omheen doen. Zo. Zie je wel, om deze boekjes. Dan is hij aan de achterkant, mist hij een stukje, maar boeien. Het is net alsof het zo hoort. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk om deze zo te gaan inbinden. Maar, oké, ik zei al, het wordt een lange uitzending. Goed, ik ga eerst maar eens eventjes deze doen. Ja. Deze pagina's, die komen dus ook uit die laatste set. Die heb ik uitgestanst uit het papier. Het nieuwe papier, ook van Studio Light. Dit is de mannen. Het heet ook, geloof ik, Man. Nou ja, het is in ieder geval 134. Met stoere mannen dingen. En ik was met name verliefd op deze designs. Die is cool. En die is ook heel erg cool. Kijk maar. Nou, die heb ik dus gebruikt in voor het boekje in deze. Oh ja, en een andere is even heel snel zachte tinten. Dit is allemaal roze en blauw. Dit zijn de pasteltinten. Ook heel erg mooi. Maar natuurlijk een hele andere uitstraling. Ook laten zien. Goed, die pagina's die heb ik uitgestanst. En
Omdat het papier vrij dun is en bovendien wit aan de binnenkant, heb ik ze allemaal voorzien van hetzelfde kraftpapier van Nina, Desert Storm. Dus dat zit er aan de binnenkant tegenaan en die heb ik gewoon op elkaar geplakt. En dan krijg je zo'n stapeltje. Nee, veel meer. Voor deze, ik heb er 4 en dan hier ook nog een keer 4. Want ik had gezegd, ik ga 2 setjes daarin doen. En omdat dit papier zeg maar heel mooi bij elkaar matcht, dacht ik, het is helemaal niet storend als ik dit wel in elkaar schuif. Want dan krijg je dus dat verloop. Maar dat vind ik in dit geval eigenlijk wel heel erg leuk. Dus dat ga ik ook bij deze doen. En dan komen we op het inbinden. Ik laat jullie 2 manieren zien. En voor deze manier had ik nodig elastiek. Bij voorkeur hoede-elastiek, want dat is daar nu eenmaal voor. Maar dat had ik dus niet meer. En het is al heel lang niet op voorraad bij de groothandel. En nu had ik het nodig en dan had ik het dus niet. Maar wat heb ik bedacht? Als tijdelijke oplossing. Ik heb haarelastiekjes gepakt. Nou, die kun je natuurlijk gewoon kopen. Maar nogmaals, dat zou ik niet doen. Want het moet hier doorheen. Maar om jullie even te laten zien hoe je kunt inbinden met elastiek. Dus een hele eenvoudige manier. Wat ik gedaan heb is gewoon uit elkaar trekken. 1, 2, op. En even die metalen dingetjes eraf. En dat doe ik ook bij de volgende. Zo. Knoop erin voor de lengte. Want de stukjes waren te klein. Dan moeten jullie je dus alleen eventjes voorstellen dat dit gewoon 1 stuk elastiek is. Maar anders zou ik het niet voor kunnen doen. Dus vandaar dat ik het even op deze manier doe. Deze gaat hierin. In dit geval gebruik ik het middelste gaatje niet. Deze gaat daarin. En dan moet hier weer eventjes een knoopje in komen. Er moet iets spanning op het elastiek staan, maar niet te veel. Want dan zou je boekje bol gaan staan. Nou, ik red het net met deze twee stukjes. Dat is prima zo. Dus een elastiekje en dan aan de binnenkant vastknopen. Hier zit dat metalen dingetje nog aan, maar ik moet het toch vervangen omdat ik nu knopen aan de buitenkant heb zitten. Tenzij ik ze natuurlijk ga maskeren met het een of het ander. Maar dit is het idee van elastiek. En als je dan je boekjes pakt met de in elkaar geschoven pagina's, is het enige wat je hoeft te doen, de boekjes door het elastiek te halen. Zo. En die komt dan daar. En zo begint dan je boekje al wat vorm te krijgen. Zie je wel? En uiteraard ga je natuurlijk die pagina's allemaal nog bewerken. Er komt van alles in en er komen pockets in. En nou ja, noem het allemaal maar op. Dus dit wordt natuurlijk allemaal nog dikker. Ik kan wel even kijken hoeveel pagina's hierin zitten. Maar eigenlijk zegt dat ook weer niks, omdat dit weer hele dikke pagina's zijn. Dus het is ook afhankelijk van
het papier wat je gebruikt, hoe dik je het wil hebben. Even kijken hoor, dit is 1, 2, 3, 4, 5, nou ja, dan nog een keer, dus een stuk of 10. Maar 12 kan ook, makkelijk. Die envelop die gaan we daar doen. En als... even denken hoor, wat was ik nou van plan? Oh ja, ik ben toch nog wat vergeten. Want er moet natuurlijk nog een sluiting op. En die had ik... Even denken, hoe had ik die ook alweer bedacht? Dat moet ik wel even doen voordat de boekjes erin zitten natuurlijk. Dat is wel wat handiger. Want die komt zo. En dan had ik dat zo. Oh ja, ik weet het al. Dit is gewoon, ja, ik weet het niet hoor. Een stukje... Ja, dat vind ik dan in mijn la met allemaal zooi. Kantjes en bandjes en randjes en touw en... En dan was het me vanmiddag gelukt om dat er doorheen te krijgen. Dus dan zou je denken, dat moet dan nu ook lukken. Ja, dat is 1. En dan doen we dat nog een keer, hoop ik. Zo. En dan is het idee, als de boekjes er weer in zitten... dat dit de sluiting is. Dus door de gesp. En dan zie je hier nog zo'n dingetje. Maar dan wat strakker. Maar je kunt hem hier ook aantrekken. Nou, het is natuurlijk ook een beetje sier. Maar ik vond het wel een leuke sluiting. Als je dat leer hebt gestanst, ik vertelde jullie al, dat leer is op A4 formaat. Dus je houdt een strook over van deze breedte. Dus wat heb ik gedaan? Oh. Moet ik hem even omdraaien. Met stazon, je kunt op dit, kun je stempelen met stazon. Een stempeltje van ons gezet. Even kijken, dat komt uit deze set. One kind of an original, dat is dan dit stempeltje uit een set van 5. Die lijm ik nog eventjes hierin. Dat kun je gewoon met dat scoretape doen. En dan heb je weer een leuke pocket om weer wat in te steken. Dat stempelen heb ik net voor de uitzending gedaan, omdat dat natuurlijk die stazon die moet eventjes drogen. Je kunt hier dus alleen met stazon op stempelen. Ga het niet proberen met andere stempelinkt, want dat is echt zonde van je moeite. Want dat veeg je er zo weer af. Stazon is het enige wat hier werkt. Dan plak ik deze nog op en dan laat ik jullie nog heel eventjes het album zien wat ik al gemaakt had. Zo. Nou. Het is toch leuk dat dat leer weer terugkomt aan de binnenkant. Kijk, daar heb ik iets wat ik erin kan steken. Boom. Oké. Zo. Niet dit natuurlijk, maar je hebt gewoon een leuke pocket om weer wat, een vakje om wat in te steken.
Nou, en zo wordt je album steeds leuker en leuker en leuker. Goed, dat is deze en wat ik al gemaakt had. En dat wil ik jullie nog eventjes laten zien. Dat is deze. Die had ik op de beurs gemaakt. En dit is echt het laatste hoor. Dit is het donkerbruine leer en dat heb ik aan de binnenkant beplakt met dat 300 grams zwarte papier wat wij altijd gebruiken als we gaan embossen en vervolgens gaan waxen. Dat heb ik dus beplakt, leer op papier en vervolgens geëmbost. Dus de embossingfolder heb ik er gewoon omheen gedaan en door een machine heen gehaald. En vervolgens ben ik met een... In dat leer zie je dat natuurlijk niet heel erg goed. Maar toch zie je wel in dit geval het patroon van de bloemen. En ben ik daar gewoon met wat wax overheen gegaan. En ik hoop dat het een beetje goed te zien is in beeld. Maar het geeft gewoon weer een hele andere look aan het leer. En de binnenkant is natuurlijk ook fantastisch. Ik bedoel, die binnenkant is zo mooi, die zou ook de buitenkant kunnen zijn. Toch? Echt geweldig. Goed, voor de rand heb ik allemaal gaatjes geprikt. En dan ben ik gewoon met garen omheen gegaan. Hier had ik, oh ja, dat zou ik jullie ook nog vertellen, mijn misser. Dat was dus, deze heb ik dus op de beurs even snel gedaan. Toen dacht ik dus nog dat die stans met die twee gaatjes aan de kant van de flap moesten. Nou, dat heb ik opgelost door daar gewoon een lint doorheen te halen. En datzelfde lint, met datzelfde lint ga ik ook die boekjes nu inbinden. Die boekjes die heb ik jullie net al laten zien. Die gaan er nu in en dan laat ik jullie als laatste nog eventjes zien hoe je, wat de andere manier van inbinden is. Maar deze boekjes moeten er nog eventjes ingeplakt worden. Ja. Die en die. Die lijm die is heel erg snel droog. Soms bijna te snel. Dan heb ik geen tijd meer om te corrigeren. Maar dit zit wel goed zo. Goed, die gaatjes corresponderen uiteraard met de gaatjes die hierin zitten. Voor het inbinden gebruik ik ook heel graag van dat organza lint. Gaat hier ineens heel erg tekeer buiten. Ik doe er even een knoop in, zodat ik hem niet te ver doortrek zo direct. Zo. Het enige wat ik nu moet doen is even nadenken waar ik ga beginnen. Want waar wil ik eindigen? Oh ja, ik weet het alweer. Ik zet die knoop eventjes een stukje verder weg. En dan begin ik in het midden. Want dan hebben jullie gelijk weer een andere manier van sluiting gezien als ik hiermee klaar ben. Zo. Ik begin dus in het midden en ik steek van buiten naar binnen. Hopsakee. Het is een beetje dezelfde manier natuurlijk als wat ik heb laten zien met die mini boektouwer. En naar boven. Dit was iets te veel lengte. Oh. Zul je altijd zien.
laat hem maar even los. Moet ik hem maar eventjes in de gaten houden. Maar dan kan ik wel wat spelen met de lengte. Zo. En weer terug naar het midden. En naar beneden. En weer terug naar het midden. Oh, dat ben ik scheef gegaan zeg. Maakt niet uit. Ik pak gewoon eventjes de volgende. Of maakt het wel uit? Even kijken. Even kijken welk boekje ik heb gepakt hoor. Want ik zit nu daar. En nu moet ik daarheen. Zo. Nou. Ik zie al waar het misgaat. Ik zit gewoon echt helemaal scheef te werken. En dat komt omdat ik zit hier in het donker. Omdat jullie anders geen goed licht hebben. Dus ik zit als het ware in mijn eigen schaduw te werken. En dan gebeuren er blijkbaar hele rare dingen. Even kijken. Kijk, want ik zit daar al verkeerd. Kan ik hem draaien? Ja. Dan zit hij wel goed. Sorry hoor. Foutje hoort erbij, hè? Goed, vanuit het midden naar boven of naar beneden, dat maakt helemaal niks uit. Weer terug naar het midden. En naar boven, dan wel naar beneden. En weer terug naar het midden. Dan heb je het eerste boekje ingebonden. En dan moet je... Even weer terug, zonder dat je terugsteekt. Dus dan moet je even een lus maken. En dan kun je weer via het midden naar buiten toe. Om vervolgens het andere boekje in te binden. Nou. Uiteindelijk komt het allemaal goed. Ja, Maria, die lange platen passen op die lange platform, zeker. En deze. Nou, ik hou ook net genoeg over, zie je dat? Die werk ik straks wel af. Die laten we even bungelen. Want wat mijn bedoeling was om jullie te laten zien, is doordat ik dit stukje aan de buitenkant heb laten hangen, want hier ben ik mee begonnen, heb ik dus hier een sluiting gemaakt. Die had wel iets korter gekund, had ik iets makkelijker kunnen afhechten. Maar dit is dan de sluiting voor dit boekje. En dan kom ik hier natuurlijk weer... Frutsels en fratsels, net zoals hier. Je kunt het natuurlijk zo leuk maken en zo junk maken als je zelf wilt. Dus dit is het boekje, met organza als sluiting.
en frutsels en fratsels. En op een hele andere manier ingebonden dan deze. Deze ga ik denk ik wel bestempelen nog. Dit is ook nog een, dit vind ik ook echt een superleuke sluiting. En, oh ja, hier kan natuurlijk die envelop nog worden geplakt. Je zou trouwens ook de envelop als pagina kunnen doen. Dan moet je hem mee inbinden natuurlijk. Maar is ook leuk, gewoon hier tussen. Nou jongens, oh ja, wat ik ook nog had, maar ik weet dan weer niet waar dat nu ligt. Die restjes, daar kun je ook nog een leuke tag van knippen. Ik had het ergens liggen, maar ik weet niet meer waar. Dus laten we voorstellen, oh wacht eventjes. Mijn schaar als laatste. Nou, zo scheef als een krab. Laten we zeggen dat je dit wil doen. Zo. En dan met zo'n leuke clip. Hier weer aan. Nou, er zijn natuurlijk talloze mogelijkheden om zo'n journal aan te kleden en leuk te maken. En van alles en nog wat mee te doen. Dus ga lekker je gang. Ik hoop dat ik jullie genoeg inspiratie heb gegeven. Dat je vooral weet hoe de basis in elkaar gezet kan worden. Want ook daar zijn natuurlijk verschillende manieren voor. Ik kom hier nog even dat blaadje tegen. Ook leuk. Alles is leuk. Dat je het leer kunt stansen met grove snijlijnen. Dus zo'n blaadje gaat prima. Uiteraard de omtrek gaat ook prima. Maar niet te gedetailleerd. Want dan gaat het niet. En kan het zelfs stuk gaan. Maar genoeg mogelijkheden dus met de stansen, met het leer, met het papier, nou eigenlijk met alles. Dus je kunt je helemaal uitleven. Dat vind ik ook leuk hoor. Dat is toch leuk zo? Ik ben echt enthousiast. Ik vind het echt super cool. En want ik hou gewoon als je veel kunt doen met dingen. Als je veel kunt variëren, veel kunt combineren. Super leuk. Hier nog een envelopje. Kan ook weer ergens in. Goed, ik dank jullie allemaal heel hartelijk voor je geduld. Eerst al bij het opstarten en nu voor de uitloop. Ik hoop dat jullie het een leuke uitzending hebben gevonden. En nou, eet smakelijk, want het is ondertussen etenstijd. En gezellige avond en graag tot volgende week weer. Dag!